Voorlopig is de rust teruggekeerd bij de parochiegangers van zowel de Heuvelse Kerk als de Heikense Kerk. Zondagochtend werd bekendgemaakt dat de Heikense Kerk sowieso open blijft en ook de Heuvelse Kerk de komende 5 jaar nog niet dicht hoeft. Eerder werd nog besloten dat 1 van de 2 kerken de deuren zou moeten sluiten, omdat het volgens het bisdom niet rendabel meer was om beide kerken open te houden. Voor de korte termijn heerst er in ieder geval opluchting. We zijn erg blij dat de bisschop zodanig geïnterveneerd heeft dat we voorlopig eventjes open mogen blijven. Maar daarmee is de vreugde eigenlijk van betrekkelijk korte duur. Want ja, als je het goed leest, het persbericht, dan mogen we 5 jaar vooruit. En daarna valt alsnog de bijl. Dus ja, de strijd gaat voort, zullen we maar zeggen. De parochie gaat de komende 5 jaar gebruiken om na te denken over de herbestemming van beide kerken. Het is de intentie om de meeste kerkelijke activiteiten in de Heikense Kerk te laten plaatsvinden. En de combinatie van beperkte kerkdiensten en ook nog andere, nog onbekende activiteiten te laten plaatsvinden in de Sint-Jozefkerk aan de Heuvel.